Beste meneer Van Rossum, hoe bang moeten we zijn voor de skiff van de Russen? Dat is die kruisraket die op de bodem van de oceaan ligt te wachten. Ja, op een bevel om bijvoorbeeld steden als Utrecht en Amsterdam aan te vallen. Nou, ik zou zeggen, daar lig ik niet wakker van. Eerlijk gezegd, ten eerste ben je al heel stel geneigd om te denken, het werkt toch niet bij die Russen. Hè, wat werkt er nou in Rusland? Met Van Rossum, kunt u mij horen? Dan nog een ander stuk waar wij op gewezen werden. En daar zijn ook regelmatig vragen over binnengekomen. Het stuk staat in Trouw. Het is een column. Of eigenlijk is het, ja, het is een column van Bas den Hond. Hij is correspondent in de Verenigde Staten. En eigenlijk vertelt hij over een voormalige democratische presidentskandidaat. Die eigenlijk een soort van derde partij wil beginnen. En daar zijn ook vaak vragen over binnengekomen. Naar aanleiding van de verhalen die jij hier hebt verteld. Is dat niet een goed idee? Er zijn maar twee smaken. Moet daar niet een derde partij komen, zodat ze wat meer keuze hebben? Nou, dat is niks nieuws onder de zon, kan ik je vertellen. Omdat het natuurlijk in de loop al in de 19e eeuw en de 20e eeuw voortdurend derde partijen zijn geweest. Van allerlei aard en soort. We hebben natuurlijk Bloomberg heel recent nog gehad, die ook altijd geluiden maakte dat hij toch apart wou starten en zo. En tenslotte had hij natuurlijk laten onderzoeken en dan dacht hij, het gaat me veel geld kosten en het levert niks op. Maar denk aan Ross Perot, hè? Die heeft toch in alle opzichten forse percentages gescoord bij twee verschillende verkiezingen. Namelijk 92 en denk 96. Hè? Maar ja, er werd ook, nou ja, altijd met hetzelfde resultaat. Dat het optreden van een derde kandidaat voor een van de twee belangrijke hoofdkandidaten winst betekent of juist verlies betekent. Het is vaak een verstorende factor in de competitie tussen die twee partijen. Maar het is pas interessant op het moment dat zo'n derde partij zo succesvol is, dat ze bijvoorbeeld zo'n volledig gestoorde partij als de Republikeinse Partij van de rails zouden kunnen rijden. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Dus een derde partij. Denk aan zo'n drama als met die ijdeltijd van Ralph Nader. Verder een belangrijke kampioen van het, laten we zeggen, van de consumentenbelangen. Die natuurlijk met zijn ijdele kop in 2000 deelnam aan de verkiezingen. En ja, hij heeft toch 4% gescoord. En je weet hoe klein het verschil was. Gore had eigenlijk gewonnen. Maar met die 4% van Ralph Nader had hij zeker gewonnen. En het systeem is natuurlijk ook niet gebouwd op de derde partij. Wat had Ralph Nader als resultaat? Namelijk dat we de jonge Bush kregen, niet waar? Een brokkenpiloot van werkelijk spectaculaire afmetingen. Ja. Die natuurlijk alleen in een wat gunstiger daglicht gekomen is komen te staan. Doordat de Republikeinen nog veel grotere oen hebben geproduceerd in de vorm van Trump. Ja. Andrew Yang, of Yang gaat het hier om. En die heeft in de Washington Post gezegd dat hij dus met Forward komt. Een fusie tussen een partij met dezelfde naam waar Yang vorig jaar mee heeft gedaan. En een soort van democratische nominatie waarmee hij ooit een gooi naar het presidentschap heeft gedaan, wat mislukt is. Ja, ik zie er niks in. Ik vind dat maar hartstikke sympathiek. Ik bedoel, Wie is niet geïnteresseerd in een verandering ten goede van het Amerikaanse politieke systeem, op wat voor wijze dan ook? Ik bedoel, ik gun ze het beste, maar dit wordt niks. Ze zeggen, de kiezer is er zwaar aan toe om een derde partij. Ja, zeker. Ja, de kiezer is er zwaar aan toe, maar de kiezer is gek als die op zo'n partij stemt. Ja. Ja, de kiezer is hier ook steeds zwaar aan nieuwigheid en vernieuwing toe. En het gevolg is dat je op een partij stemt die vervolgens in 1000 stukken uit elkaar spat. Hè, Forum voor Democratie. De nieuwe partij. Wat waren we daar aan toe? Hè? Ja. De nieuwe partij wil kiezers aantrekken door over allerlei heikele kwesties, zoals bijvoorbeeld wapens, een middenpositie in te nemen. Daarmee zouden ze willen scoren. Of klimaatverandering. Ja, middenpositie. Ze zeggen, stem dan op verstandige democraten. Die nemen meestal ook een middenpositie in. Ja. Ja, maar inderdaad, er wordt ook inderdaad wel in die column gezegd dat het Amerikaanse systeem ongeschikt is voor meerdere partijen. Dus ook het districtenstelsel. Dat is het, maar ook in Engeland zie je dat patroon, dat zo'n derde partij tijden, de liberals met name, dat die tijdelijk wel succesvol kunnen zijn. Maar het stort altijd weer in. Ja, ja. Oké, dan hebben we nog eventjes wat vragen die binnen zijn gekomen. Kijk, Partij voor de Dieren hebben we allemaal gehad. Ja, de NAVO-man, David van Wiel, die ken jij ook nog wel. Ja, de NAVO-man, die, die, ja, die,
toen ook bij Opeen zat. Ja, die wel erg veel tijd kreeg, vond ik. Ja, waar jij toen doorheen ging babbelen. Ja, toen dacht ik, ja, dat is maar één methode mogelijk om ook mijn standpunt duidelijk te maken. Dat is er doorheen te praten. Ja. Hij heeft wel een interessant interview gegeven nu over de digitale oorlog die eraan gaat komen. En dan heeft hij het dus over drones. Die kosten een paar miljoen, maar die zijn goedkoper dan de jachtvliegtuigen. En die hebben soms net zo effectief resultaat door de dingen zonder die ze afvliegen. Zonder meer. Maar ja, je begrijpt dat de luchtmacht daar niks voor voelt. De luchtmacht wil lekker een vliegtuig met een piloot erin. Dat is de luchtmacht. Ik bedoel, we hebben Tom Cruise op voor dit terrein. Niet waar, onverslaanbaar, Maverick, enzovoort, enzovoort. De hele romantiek gaat er natuurlijk vanaf als die drone bestuurd wordt door een pief met twee van die stokjes die in een container ergens in Nevada zit. Dat begrijp je ook wel. Maar natuurlijk wordt door bij mijn weten, door mensen die er iets vanaf weten, al jaren gezegd, hou op met die achterlijk dure vliegtuigen te bouwen en bouw drones. Die misschien dan iets duurder uitvallen, maar je weet wat zo'n F-35 kost, die dingen per stuk, 100 miljoen of zo. Nou, dan kun je een lekker setje drones van bouwen. Denk aan die bak daar, die pief in Turkije, die hele effectieve drones bouwt, ja. die de Oekraïners gebruiken. Ja. Nee, dat toekomst is zo klaar als een klontje aan de drone. Ja, maar ik heb wel het idee dat, als je zijn interview ook leest, dat nu de markt er wel klaar voor is. Sterker nog, dat Defensie nu... Het was vroeger zo dat de markt reageerde op wat Defensie ontwikkelde qua technologie. En nu is het zo dat Defensie gebruik kan maken van alle handige snufjes die bedrijven waar ook ter wereld al... Ja, ik juich het van harte toe. Je weet dat Defensie in het algemeen zo'n beetje het meest defensieve conservatieve onderdeel is van een samenleving. Omdat Defensie een uniek talent heeft om zich zeer grondig voor te bereiden op de vorige oorlog. En vaak volledig verrast wordt door de ontwikkelingen in een nieuwe oorlog. Dat wat tot op zekere hoogte ook in de Oekraïne het geval is, waar je ziet dat de Russen vooral dachten dat ze goed waren in het voeren van een ouderwetse oorlog, en dat bleek helemaal niet goed uit te pakken. Hmm. Ja. Maar het is toch wel opvallend dat de Russen bijvoorbeeld, die blijven nog steeds via open telefoonlijnen en walkie-talkies met elkaar communiceren. Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat vaak die systemen die de militairen hebben ontwikkeld voor de communicatie niet goed functioneren. Mag ik maar wijzen op hoe heet het ook alweer, het systeem wat de politie gebruikte, 2000 of zo. Ja, zo'n zwart kastje. Ja, je weet hoe de politie fijner met elkaar communiceert, gewoon met de mobiele telefoon. Ja. Dan kun je trouwens tegenwoordig ook versleutelen op allerlei manieren. Dus dat. Nee, de autoriteiten zijn er eigenlijk nooit in geslaagd. Nou, misschien toch een voorbeeld hiervan, waar de overheid zich kennelijk beter niet mee kan bezighouden, omdat het altijd fout gaat. Ja. Net als computerisering van grote overheidsinstellingen. Dat wordt ook meestal een ongekend drama wat honderden miljoenen verslindt zonder dat er iets nuttigs wordt gedaan. Andere vraag nog onder het kopje militaire vragen. Beste meneer Van Rossum, hoe bang moeten we zijn voor de SCIF van de Russen? Dat is die kruisraket die op de bodem van de oceaan ligt te wachten, ja, op een bevel om bijvoorbeeld steden als Utrecht en Amsterdam aan te vallen. Nou, ik zou zeggen, daar lig ik niet wakker van. Eerlijk gezegd, ten eerste ben je al heel stel geneigd om te denken, het werkt toch niet bij die Russen. Wat werkt er nou in Rusland? En bovendien, waarom zouden ze dat doen? Stel voor dat ze Utrecht vernietigen met een nucleair wapen. Dat is het einde van de... Niet waar, dan hebben we een nucleaire oorlog. Dat is niet Nederlands lid van de NATO. Nederland is aangevallen door een Russische nucleaire raket, begrijp ik. Dus ja, ik zou zeggen, laat dat ding daar rustig blijven liggen. Het is wel een beetje een James Bond verhaal, toch? Er worden altijd aan de lopende band kernbommen gestolen. En die worden dan heb je altijd zo'n slotscène met allemaal van die duikers die met die pijlen in elkaar schieten en zo. Het is ook een beetje James Bonderig eigenlijk. Maar geloof je dit niet dan, dat er zo'n raket ergens... Nou, dat zou best kunnen, maar nogmaals, wat moet je ermee? Net als die kernmacht van Noord-Korea, wat moet je ermee? Je kan er niks mee. Het heeft een puur symbolisch karakter. Ja. Omdat als je het gebruikt, dat is, dan maak je een stap die zeker in het geval van Rusland of Noord-Korea tot het einde leidt. Ze kunnen wel veel narigheid bedrijven, maar ja, ze zullen vrijwel elk denkbaar militair conflict verliezen. Ja. Als je interviews leest met de regeringsleiders in Europa, zijn ze rondom kernwapens altijd redelijk geheimzinnig. Hè? Daar willen ze niet alles over vertellen, dat is misschien ook wel slim. Maar dat geeft ook een beetje de vraag, want hoe machtig zijn wij nu op dit gebied? Nou ja, zoals je weet, in Nederland bevinden zich ook Amerikaanse kernwapens. Daar doen we net altijd van of het niet zo is, maar dat is natuurlijk wel zo.
Daar willen we ook in feite niks over zeggen. Was dat niet Volkel waar die dingen... Ik dacht ook dat ze vernieuwd zijn. Dus je moet kernwapens namelijk vrij regelmatig vernieuwen, want ze verouderen kennelijk. Dan hebben wij twee officiële kernmachten in Europa. In casu namelijk Engeland en Frankrijk. De Forste Frapp, dat zijn beperkte kernmachten, maar we mogen aannemen dat ze in geval van een conflict, een onverhoopt conflict, dat ze efficiënt zouden kunnen functioneren. Ja. En we hebben natuurlijk Israël, dat is dan weliswaar geen Europese mogendheid. Maar Israël doet er ook heel erg geheimzinnig over. Die ontkennen gewoon glashard dat ze het hebben. Maar ze hebben natuurlijk, dat weet iedereen, ze hebben het wel. En Zuid-Afrika had het, maar heeft het weggedaan, als ik het me goed herinner. Ja. Dus ja, die zijn er. En ook omdat je natuurlijk, als je geen kernwapens hebt, dat je echt gegarandeerd helemaal niet meetelt. Ja. In groter verband. Deskundigen zeggen ook dat Frankrijk achter de scherm echt wel heeft doorgewerkt aan de ontwikkeling van die kernwapens. Daar ben ik van overtuigd dat ze dat gedaan hebben. Ja. Ja. Dat blijft voor Poetin natuurlijk ook een gok, hè? Dat hij dus niet precies weet hoe landen in Europa ervoor staan. Nee, ik denk dat... Kijk, Poetin heeft grootse ambities. Die betreffen eigenlijk, zoals we nu weten, het herstel van het Sovjet-imperium. Denk aan die rare eisen die hij aanvankelijk stelde bij het begin van die oorlog tegen de Oekraïne. Namelijk dat de NATO zich terug moest trekken uit Oost-Europa en allerlei andere kletskoeken waarvan iedereen wist dat het onzin was. Waardoor je dacht dat de rest misschien wel onzin zou zijn. Ik denk dat de ambities van Poetin in principe vrij beperkt zijn. Een andere vraag van Ellie de Boer, die zegt van: Maarten, ik laat je nu iets weten wat je zeker weten niet kent, namelijk het begrip collect call. Collect call, zeker. Dat begrip ken ik natuurlijk prima. Omdat ik heel zeker als ik in Amerika was, dan belde ik collect naar Nederland. Ja. En maar dan moet je eerst een juffrouw hebben en die moet dan van je call een collect call maken. Ja, maar ze zegt het is ook een verschijnsel dat een begrip is binnen het gevangeniswezen. Oh nee, dat ken ik dan weer niet. Nee, hij zegt, ik ben heel weinig ingevoerd in het gevangeniswezen. Nou, als een gedetineerde krap bij kas zit en geen telefoonkaart meer kan kopen, dan kan die door middel van een terugbeldienst met het thuisfront telefoneren. Ja, dat is een collect call. Ja, degene die door de gedetineerde gebeld wordt, betaalt. En ik heb, zegt zij, als humanistisch geestelijk verzorger in diverse justitiële inrichtingen gewerkt. Vandaar, ik luister met groot genoegen naar de podcast Word Wijzer en heb plezier op de wijze waarop je de ergernissen, et cetera, te lijf gaat. Hou vol en ga zo door. Maar ze wilden dat vooral even doorgeven. Dat het ja, nee, precies, dat is het klassieke idee van de collect call. En als je dus zelf, ja, een telefoongesprek, als je dat zelf niet kunt betalen of je belt op een zodanige manier dat je dat sowieso niet kan. Stel voor dat je vroeger uit een telefooncel belde waar je muntjes in moet gooien. Dan moet je dus een enorme zak munten bij je hebben om een telefoongesprek gaande te houden. Dus dan was het hartstikke handig om collect te bellen. Alleen de ontvanger moet wel akkoord gaan, anders is het gauw afgelopen. Sander Arkenstein heeft nog een vraag. Naar aanleiding van een opmerking van Maarten over de Verenigde Staten, dat de burgeroorlog daar nog helemaal niet verwerkt is, ben ik Wikipedia gaan lezen. Was het niet beter geweest om de confederaties hun eigen gang te laten gaan en zich te laten afsplitsen, wil hij weten. Ja, dat is een klassieke vraag die vaker gesteld is, niet alleen door hem, maar ook door velen. En met name progressieven hebben natuurlijk vaak gedacht, weet je nou wat, Als we de Confederate States hadden laten gaan bij het begin van de burgeroorlog, dus in 1860, dan hadden we een veel prettiger en normaler Amerika gehad dan we nu hebben. Omdat we in feite nu voortdurend die volkomen gestoorde relatie met de zwarte bevolking, die in feite wortelt in het stelsel van de slavernij in de zuidelijke staten, denk aan die katoenproductie, dan zouden we dat allemaal niet hebben. En inderdaad, als je de Confederate States eraf knipt, de Mason-Dixon line, als je alles wat daaronder zit eraf knipt, dan worden de Verenigde Staten een veel normaler land. Dus dan is er minder moord en doodslag, minder ongewenste zwangerschappen, minder raar. Nou, het is heel opmerkelijk hoe Amerika normaliseert als je de zuidelijke staten opruimt. Of als je doe ze aan Mexico cadeau of zo. Hè? Ja, we zijn allemaal natuurlijk gefixeerd op nazi's en we vinden dat allemaal enorm belangrijk. Maar ja, als je ze had laten gaan, maar ja, dan had je toch ook een
een heel onaangenaam land had je twee Amerika's gehad, namelijk dat van de Noordelijke Staten en de Confederate States. En ja, dat zou een weinig aantrekkelijke natie zijn geweest, namelijk met een georganiseerde slavernij en met een gewelddadige onderdrukking van de zwarte bevolking. Ja. Die daar in ieder geval toen een veel hoger percentage was dan zelfs de zwarte bevolking nu in de Verenigde Staten is. Maar de vraag komt ook een beetje voor, denk ik, uit de opmerking die je gemaakt hebt, dat in Amerika nog één keer het gruwelijk mis moet gaan voordat ze enigszins in gaan zien dat ze iets anders moeten gaan organiseren. Ja, ik denk, je weet, ik ben een geboren optimist, maar op dit punt denk ik dat in Amerika nog een stuk erger moet worden dan het nu is, voordat ze beseffen dat ze in allerlei opzichten een reeks van verkeerde afslagen hebben genomen. Ja, wat bedoel je dan met erger? Nou, met name dat het hele idee uit de hand zou kunnen lopen dat de democraten op een groep mensen zullen zeggen, ja luister nou eens even, wij zijn steeds electoraal de sterkste partij en het eindresultaat is voortdurend dat de republikeinen het voor het vertellen hebben. Omdat ze systematisch en goed georganiseerd en betaald misbruik maken van de mogelijkheden van het Amerikaanse politieke systeem. Denk in dit verband aan het Supreme Court. En de schandelijke manier waarop ze daar gezorgd hebben voor een meerderheid van 6-9 hele conservatieve rechters die standpunten hun huldigen die absoluut niet in overeenstemming zijn met de standpunten van een ruime meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Dus ja, en dat de democraten zeggen, dit vinden we onacceptabel. Dus ja, wat moet je dan doen? Stadhuizen bezetten? Ik heb geen idee. Dat zal misschien eerst lokaal zijn. Lokale tegenstellingen kunnen groter worden, want je hebt natuurlijk uitgesproken democratische staten, zegt Californië en de staat New York, en uitgesproken republikeinse staten. Neem nou Texas, waar ze echt de meest ridicule wetgeving produceren. Dat je denkt, hoe is dit gods mogelijk? Maar hoe zich dat precies zal ontwikkelen, weet ik niet. Maar dat die frictie tussen die partijen en de neiging van de democraten, die zeggen nu natuurlijk nog te vaak van, nou ja, het is nou eenmaal zoals het is. En het probleem is het electoraal college. Ja, bij het electoraal college is het heel goed mogelijk dat de democraten een ruime overwinning behalen en toch de verkiezingen verliezen, zoals we gezien hebben. Dus ja, ik denk dat besef dat die democratie, die Amerikaanse democratie, absoluut niet democratisch functioneert, dat moet verder indalen en moet en kan omvangrijke gevolgen hebben. Hoe? Dat durf ik niet te zeggen. Maar denk je dan aan een burgeroorlog? Nee, dan denk je dus aan een klassieke burgeroorlog met omvangrijke militaire operaties en organisaties. Dat denk ik niet, nee. Je moet dit meer zien als straattheater, demonstraties, permanente demonstraties, gewelddadige demonstraties, zo op die manier. Ja. Je wilde geen aandacht besteden aan Trump die over de boeren, hij zegt, nee, dat moeten we niet benoemen, hè? Nee. Ook zo'n idioot dat het overal in Nederland, dat die man loopt, dat die... wie neemt die man nou ook serieus? Het is al erg genoeg voor Amerika dat ze daar die gek hebben. Ja. Dan moeten wij daar toch ook niet aan beginnen om die man nou serieus te nemen. Dan hebben we nog een advies van Isolde uit Amsterdam. Ze zegt allereerst dank voor de leuke en de leerzame podcast. Omdat er een flink stel achter elkaar heb ik geluisterd op mijn vakantie, zijn me een paar dingen opgevallen en die wil ik met Maarten delen. Maarten, het gescheld op Baudet, Wilders, Rutte, etc. moet nu eens afgelopen zijn. Waarom? Omdat dit erg revanchistisch en gefrustreerd overkomt. De politici van de partij die hij aanhangt hebben 23 jaar meegeregeerd. En wat is het resultaat, vragen zij. Wacht even, ik hang helemaal geen partij aan. Maar goed, okay. Daar ben ik mee opgehouden. Ja, je hoeft het met de genoemde heren niet eens te zijn, maar door lelijk over ze te praten, zet je jezelf neer als een praatjesmaker die makkelijk praten heeft vanaf de zijlijn. Niet doen, het past je niet, zegt zij. Ja, ik moet zeggen dat ik toch de mogelijkheid open wil houden om op deze heren, laten we het woord gek dan weer niet gebruiken, maar deze heren die eigenlijk alle drie een vrij ernstig gestoorde relatie met de maatschappelijke en politieke werkelijkheid hebben, daar behoud ik mij wel het recht voor om dat ook uitgebreid aan de orde te stellen. Ja. Ik zie ze bovendien wel degelijk als een gevaar voor het Nederlandse politieke systeem. Ja, ja. Even, er komen echt heel veel. We moeten de moeite doen om alles te kunnen behandelen. We kunnen denk ik niet alles behandelen, want er zijn zoveel. Nou, het is toch een bemoedigend dat men
men het initiatief neemt om brieven te schrijven, mails te sturen, weet ik wel niet. We hebben ook wel wat hele nuttige corrigerende mails gehad, toch? Ja. Even kijken, ik kreeg ook nog een berichtje van iemand die stuurde inderdaad ook iets. George, die zit in Californië. Dank voor de podcast. Vraagje voor Maarten. Ik werk als chipontwerper in de technieksector. En mij valt op dat vrijwel alle bedrijven in Amerika een defensietak hebben. Ook de bedrijven die consumentenproducten maken. Als Nederlands staatsburger mag ik gelukkig niet deelnemen, maar ik zie wel veel bleeding edge techniek daar ontwikkeld worden. We danken ook veel ontwikkelingen aan defensie, internet, GPS, de communicatieprotocollen, noem allemaal maar op. Mijn vraag is, wat weet Maarten over de geschiedenis van de Amerikaanse defensieindustrie? En nu Europa zelf defensie moet opbouwen, wat kunnen we van de VS leren? Nou ja, de Amerikanen hebben natuurlijk zeker vanaf het moment van het begin van de Tweede Wereldoorlog in enorm tempo een enorme defensieindustrie opgebouwd, ronduit indrukwekkend. En we hebben het er al volgens mij wel eens over gehad dat in 1944 de Amerikaanse defensieindustrie zulke gigantische hoeveelheden materiaal produceerde, dat ze toen allemaal gestopt zijn met de productie, omdat ze toch al geen mogelijkheid meer zagen om het naar de diverse frontgebieden te brengen. Je hebt al die klassieke verhalen. De Ford-fabrieken hebben meer materieel geproduceerd dan heel Italië in de Tweede Wereldoorlog. Nou, is Italië misschien nog een wat ongelukkig voorbeeld in dit verband. Maar toch, in feite is natuurlijk de geallieerde overwinning zonder de indrukwekkende productiecapaciteit en technologie van de Verenigde Staten vrijwel ondenkbaar. En na de Tweede Wereldoorlog zijn ze natuurlijk, toen ze eigenlijk de belangrijkste natie ter wereld waren geworden, wat ze in allerlei opzichten natuurlijk nog steeds zijn, zijn ze full speed doorgegaan met een defensieindustrie. Daarvan zou je wel kunnen zeggen dat sommige delen daarvan wel, echt alle bekende ontsporingen hebben vertoond die dit soort van overheids, want dat is natuurlijk overheidsgefinancierde sectoren te vertonen. Je hebt de klassieke verhalen over asbakken die honderden dollars kosten en zo. Maar dat soort van dingen. Bij zo'n omvangrijke defensieindustrie wordt je ook de gevangene van politieke belangen. Dus allerlei vertegenwoordigers van districten of staten wilden natuurlijk dat al die bases ook in hun staat of district terecht zouden komen. Of dat fabrieken in hun staat of district gebouwd zouden worden, waarbij onvermijdelijkerwijs de corruptie een niet onbelangrijke rol speelde. Dat neemt niet weg dat de Amerikaanse overheid natuurlijk via defensieuitgaven gezorgd heeft voor een aantal enorm interessante ontwikkelingen die misschien anders of niet of veel langzamer tot stand zouden zijn gekomen. En je kunt natuurlijk denken aan dat ARPANET, wat tenslotte het internet is geworden. Zou dat ontwikkeld zijn zonder de impuls van de Amerikaanse industrie? En er zijn meer. Hij geeft een aantal voorbeelden. En daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in, dat zonder de Amerikaanse defensiesector zou dat misschien anders of te laat tot stand zijn gekomen. Wat we nu ook zien is dat op sommige punten particuliere bedrijfsleden, denk aan Elon Musk met zijn raketten, daar blijkt dat wel wat sneller en efficiënter te kunnen worden ondernomen door iemand die het, laten we zeggen, extern doet dan door degene die de officiële opdracht hadden om dergelijke zaken te ontwikkelen. Waarom heeft een bedrijf dat in consumentenproducten zit ook een defensietak? Ja, ik denk dat heel veel, denk natuurlijk aan alle vliegtuigfabrikanten. Hè. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk Lockheed. Wat prachtige militaire toestellen heeft ontwikkeld. Kijk, je kunt ze voorkomen zinloos vinden, maar daar zijn er natuurlijk bij. Ja, die technologisch echt ongelooflijk mooi zijn. Dat je denkt dat dit gemaakt is, dat is toch om alleen al het bewijs dat kan. Dat is al zo spectaculair. Ik heb het al eerder reclame gemaakt voor. We hebben hier trouwens in Soesterberg ook een prima luchtvaartmuseum. Waar echt leuke dingen zijn om te bekijken. Omdat je ook een reëel beeld van de afmetingen van zo'n ding krijgt. Zo'n F-15, dat is maar een ding, zeg je. Is er nog aan toe. Hangt iets verderop een Dakota. En denkt dat het qua omvang eigenlijk niet veel uitmaakt. Maar ga ook naar Duxford als je in Nederland bent. Dat is iets ten noorden van Londen. Het is zeer de moeite waard en ze hebben daar toestellen, echt waar.
En ze hebben een complete B52 en zo. Het is, je moet dan een beetje liefde hebben voor... Kijk, mijn liefde voor dit soort van technologische objecten... Het betreft eigenlijk zowel de esthetica als de techniek die erachter steekt. Ja, dat het ook vaak militaire zaken waren. Dat er met die B-52 een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende is aangericht. Dat staat dus een paar boven water. Maar het, op zichzelf is het toch interessant dat de B-52, die van de vorige jaren 50, dat die het qua ontwerp, dat die nog steeds actief vliegt. Ga je iets interessants doen nog deze week of is het rustig? Ga ik iets interessants doen deze week? Jee, dat is al een... gewetensvraag natuurlijk, ik moet even nadenken. Ik heb mijn leesgezelschap deze week. Dat is altijd interessant in principe. Wat heb ik nog meer? Verder moet ik mijn stuk schrijven. Ik heb volgende week pas een interview, ook voor het nieuwe Maartennummer. Ik leef bij de dag. Dus ja, heerlijk. Dus ik weet het niet precies. Nee, hartstikke goed. We kunnen eventjes over een onderwerpje nadenken voor de volgende keer. Wat hadden we nou? Taiwan werd gezegd, hè? En de chip, ASML? Ja, ik dacht zelf eigenlijk aan iets ander onderwerp. Namelijk aan continental drift. Dus aan de tektonische krachten die ervoor zorgen het aardoppervlak, zij het op een heel trage manier, toch maar toch spectaculair veranderd in de loop der tijden. Aardrijkskunde. Omdat dat eigenlijk zijdelings aan de orde is geweest in verband met de dino-reis. Die tektonische zaken. Wij zijn een hele interessante, uiterst bewegelijke planeet in feite. Dat ik daar iets over zou zeggen. Leuk, ja, interessant. Dat ik even uitleg hoe dat zit met die tektonische ontwikkelingen en de platentectoniek. Ja, maar er was ook nog een vraag over van iemand die zich afvroeg inderdaad op de dino-reis. Jij liep sowieso met een zwarte paraplu daar rond. Dat zal vanwege de hitte zijn geweest. Ja. Maar ze hadden ook een soort van, ja, wat was het? Een soort van hut voor jou gebouwd waar je in kon gaan zitten. Ja, dat klopt. Ja, een soort tentje. Maar wel met een heel groot glas. Hut, het woord hut is niet op zijn plaats. Glas was er ook niet. Okay. Het was een tentje waardoor ik beschermd was tegen het zonlicht. Ze waren steeds heel bezorgd. Dat daar natuurlijk zo'n bejaarde aanwezig was op die plaats waar gegraven werd. Daar was een heel leuk tentje. Daar stond een vrij comfortabel stoeltje, zodat ik van enige afstand het bot kon bekijken. Kon het bot goed zien, dat wel. Was er ook airco in dat tentje? Nee, er was geen airco in dat tentje. Het was daar, ik weet niet, 38 graden of zoiets dergelijks. Jongen. Oké. Nou, hartstikke goed. Je zit een tijdje in dat tentje en dan stap je weer zo nog een aircode auto natuurlijk. Ja, nee, precies. Die tent ging ook mee met jullie? Nee. Die stond, was daar speciaal voor mij opgericht. Er werd ook door de BBC werden opnames gemaakt. Die gebruikte ook een tentje. Oké. Nou, dan gaan we de volgende week zoeken wel een moment waarop het kan, hè? Ja, dat vinden we zonder enige twijfel. Want pas de week daarna vertrek ik dus in het weekend richting Texel. Texel, heerlijk. Maar we zullen ongetwijfeld wel een vorm vinden om het, laten we zeggen, met redelijke kwaliteit te doen. Ja, telefonisch ging prima de laatste keer. Ja, dat ging redelijk goed, toch? Ja, dat ging helemaal perfect. Dus eigenlijk zouden we dat weer kunnen doen. Ja. Want dat was dus het geluid van FaceTime. Klopt, gewoon FaceTime en dan is het perfect. En dan kun je zitten waar je wil. Oké. Het was niet krakeriger dan ik sowieso al ben natuurlijk. Ik ben wel een beetje krakerig. Nee, het klonk heel goed. Als het maar goed te verstaan is. Aan die vogelintelligentie, daar wil ik ook nog wel iets aan doen. Oké. Ja, er was alleen één meneer die zei inderdaad of het iets harder kon. Dat was... Harder? Ja, maar die meneer heeft een hoorapparaatje. Even kijken, hoe heette hij nou? Hij had ook een bericht gestuurd. Leo Koster. Maar ik denk dat dat iets technisch is. Ik denk dat we het gewoon iets harder moeten afmixen dan. Leo Koster had een bericht gestuurd van of het inderdaad wat harder kan. Dus niet harder praten, maar het gehele geluid moest wat harder. Oh. Dus hij had het al op zijn hart staan, maar het stond voor hem nog niet hard genoeg. Ja. Kijk, dan gaan de mensen weer met de koffers. Ja. Ja, waar die nou heen gaan, is een raadsel. Ken je die mensen? Zeker, dat is de buurman met zijn dochters, volgens mij. Ja. Is mijn ding, zeg je, is er nog aan toe. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The American people are poised to reject
The failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.